Zes weken geleden bekende Luc van den Branden, de sympathieke minister-president van de Vlaamse gemeenschap, ootmoedig dat hij zich veel te ingewikkeld uitdrukt. Ik denk dat wij ons moeten oefenen om klaar te spreken en dat is niet zo simpel, dat ervaar ik elke dag. Omdat de minister-president een man van zijn woord is, twijfelen we er geen seconde aan dat hij sindsdien niet alleen veel geoefend heeft, maar waarschijnlijk ook nog bijles heeft gevolgd om zijn taal te verbeteren. Hoe die lessen precies verliepen, weten we niet, maar we vermoeden dat het ongeveer op deze manier is gegaan. Klaar? Eerste oefening. Zeg in uw eigen woorden, er moet meer worden samengewerkt in het secundair onderwijs en ik ben daar dus voorstander van. Probeer eens. Ik ben dus tegenstander van blinde maatregelen. Niet zomaar zeggen, we gaan 1,5% wegknippen van de omkadering in het onderwijs. Ik zal dus tezamen met de collega van onderwijs erop aanleggen om met de onderwijsverantwoordelijken te spreken en te zeggen, hoe kunnen we nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen in het secundair onderwijs? Want dat stellen we vast. Wat ik vaststel is dat er niemand nog kan volgen. We gaan het anders doen. Zeg gewoon, ik wil een betere omkadering, maar minder scholen. Maar breng dat een beetje voorzichtig aan, zoals u dat zo goed kan. Er zijn wat wellicht te veel scholen. En waar wij voor staan is dat het misschien wat minder scholen zijn, maar heel sterk goed omkaderen. Ja. Er zijn wat wellicht te veel scholen. En waar wij voor staan is dat het misschien wat minder scholen zijn, maar heel sterk goed omkaderen. Hoe zegt u dat nu? Er zijn wat... Stop, godverdomme! Kom terug tot de essentie van uw standpunt. Wat is uw standpunt? Ik ben tegenstander van elke wat men noemt lineaire maatregel. Wat is, gaan we proberen ons best te doen en duidelijk te zijn of gaan we naar huis? Laat mij toe om dat nog een keer duidelijk op een rijtje te zetten. Nee, zo goed als dat ik het gehad heb. Het simpelste van het simpelste nu. Zeg mij gewoon na. Wij investeren. Het is natuurlijk wat eenvoudig. Zeg het dan in uw eigen woorden. Wij investeren. Wij doen een grote investeringsinspanning. Ik denk dat we die nog moeten opdrijven. Stop! Wat is onze plicht jegens alle Vlaamse mensen? Wij hebben op de eerste plaats de plicht om die mensen duidelijkheid te geven. In uw plaats, zou ik een andere studierichting kiezen.